Wat weer een feest dat jullie kijken zeg! Jeetje, ik kan er maar niet aan gewend raken dat elke keer als ik hier zit, zijn allemaal mensen die gaan checken naar mijn hoofd zo van hey, deze man is Fatoum. Nee, dat heb ik niet gezegd. Wat ik eigenlijk wil zeggen is superleuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Ja, die ene jongen uit Groningen die toen heeft bepaald video's te maken waarin hij allerlei leuke gekke dingen... Wacht. Ik heb vlaggetjes! Vlaggetjes! Wie is verjaardag? Vlaggetjes! Wow, ik heb vlaggetjes! Ik heb vlaggetjes! Ik weet niet, ik zie het in één keer hangen in de hoek van mijn kamer. Ik snap er niks van. Goed, let's go. Laat ik heel even met de deur in huis vallen. Hoe is het met jullie? Weet je, ik vind het belangrijk om aan de kijkers te vragen hoe het met ze is. Dus laat in de comments even weten van een schaal van 1 tot 2. Hoe gaat het met je? Oké? Ik weet niet wat ik allemaal zeg. Het is verschrikkelijk. Leuk dat jullie weer kijken. Ik heb vandaag iets leuks bedacht. Kijk, iedereen herkent het wel op het moment dat je bijvoorbeeld ouder wordt. Ja, dat is iets wat sommige mensen doen. Ja, ik onderga het zelf ook. Ik weet, de laatste tijd merk ik dat ik ouder word. Ik ben nu 21, ik moet in één keer grote mensen dingen gaan doen. Het is echt kut. Ik voel me echt een groot mens nu. Mensen noemen mij U. Ah, mag ik met U op de foto? Sinds wanneer ben ik aardrijkskundeleraar? Kut. Lang verhaal kort, ik ga vandaag leeftijden raden van kinderen. Mijn aanloop is altijd zo debiel. Ik ga de raad de leeftijd challenge doen. Je kan ongetwijfeld wel een beetje raden hoe het gaat. Namelijk, ik zie foto's van mensen waarvan ik denk, hey, ze zijn 16 en dan blijkt ze 11 te zijn. En dan is het zo van, wow, wat raar zeg. Oh. Ja, dus dat is wat ik ga doen. Dat is mijn plan. Dat is mijn plan voor vandaag. Ik ga gewoon foto's bekijken van mensen. Hoogstwaarschijnlijk alleen maar vrouwen. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar ik heb het gevoel alsof er alleen maar vrouwen zijn. En dan ga ik kijken of ik kan checken in hoeverre hun leeftijd, die ik denk dat het is, ook daadwerkelijk de leeftijd is. Snap je wat ik bedoel? Oh, snel, begin man, snel, vertel! Klaar, niks te doen, niks te klagen, niks te zeiken. Gewoon door, weet je. Door. Geen gezeik, door. Top. Ja, daar. Da. Nu even een ABN. Ik zie foto's van mensen. Ik ga raden hoe oud ze zijn. Dat had ik ook in één zin kunnen uitleggen. Oké, we gaan beginnen. De eerste persoon. Hallo daar, lieve meid. Wat leuk dat je er weer bent. Wat heb jij intense oogjes. Laten we even... Sorry, ik moet even... Ja, dit was een lichtelijk opwindend kusje. Dat waren goede lipjes. Dit zijn sowieso lipjes van iemand die boven de 11 is. Dus ik denk... Oké, dit is een chick. Dit is een meisje. Laten we eerst eventjes de foto analyseren. Ze is sowieso jonger dan 18. Intense ogen. Ze heeft een of ander gek ding om haar nek wat volgens mij in is. Ja, ik ben niet helemaal begaan met de modetrends van tegenwoordig. Maar ergens is dit wel iets wat ik veel om me heen zie. Dus dan zal het wel een soort gekke trend zijn of zo. Ja, wat? Ja, maar tegelijkertijd heeft ze ook wel een bek alsof ze echt net in de brugklas. Ik denk tweede klas. Nederland betekent dat 13. Ik denk 13. Ik denk dat deze chick 13 is. Ze is 15 jaar. Oh my god. Holy shit. Ik heb gewoon jonger... Ik heb gewoon jonger geschat. Deze video's zijn alleen leuk als je gewoon denkt dat ze ouder is, dat ze jonger blijkt te zijn. Ik faal in het leven. Ze heet Baby Ariel en ze is 15. Top! Dit is een... Wauw. Oké, weet je. Zo way. Maar lichaampje, joh. Dit zijn geen verkeerde foto's. Hé, laat me even eerlijk met je zijn. Oké. Luister, eerlijk. Dat probeer ik te zeggen. Zij zegt cool, man. Ja, cool. Wat de f... Luister, even helemaal opnieuw. Goedenavond. We kunnen wel doen alsof het niet zo is, maar elke guy kijkt gewoon naar foto's van andere chicks samen met zijn vrienden. Ook al heb je een vriendin of niet, je kijkt gewoon naar foto's van chicks en dan zeg je, oh ja, maar zij is wel echt, ja, zij is wel nice, man. Ja, sowieso. Dat gebeurt, oké? Dus ga me niet veroordelen over het feit dat ik over chicks praat met jullie, terwijl we het allemaal doen. Allemaal. Oké, ik heb scheid aan mensen die... Ik maak me veel te druk om dit. We waren ergens mee bezig. Dit is een, ja, dit is top. Dit is lekker. Ik bedoel, die nagels, die nageltjes. Wow, heerlijke nagels. Heerlijke nagels. Oké, ik denk, ja, dit is toch wel iemand. Oké, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze 19 is. Ah, we gaan er gewoon voor. Blonde chick nummer 2. Komt u maar door. Wat is uw leeftijd? 18 jaar. Oh, deze chick is 18. Oké, ik dacht dat ze 19 was. Nou ja, prima. Ik ben hier redelijk goed in, weet je. Dit is wat is dit? Wat is dit? Ik weet niet of er nou sneeuw op haar shirt ligt of dat de bedoeling is. Ik denk het laatste. Ik vind dit is sowieso, ik weet niet, ik mag haar niet echt ofzo. Yeah, you know, get the fuck out of here, right? Deze chick is 14. Ze is 18 jaar, oké. Ja, dit is echt, ik had niet verwacht dat ze 18 was. Deze chick ziet eruit als iemand die 14 is. Wie, als je 18 bent, heb je officieel een goed werkend stel hersenen. Snap je wat ik doe? Met mijn vinger, het is belangrijk, oké? Heel belangrijk, begrijpen?
Dit is, oké, dit lijkt op een combinatie van Lisa uit Temptation Island en de vriendin van Kwebbelkop. Dat is eerst wat in me opkwam. Het spijt me. Ik kan er ook niks aan doen. Ik denk dat ze 16 is. Dit meisje is 16 jaar. Dat zou betekenen dat als ik seks met haar zou hebben, dat ik dan strafbaar zou zijn. Is dit meisje 16 jaar? Ik denk het. Zij is 15 jaar. Hey, ik doe het niet slecht. Ik doe het niet eens slecht. Ik ben lekker bezig. Ik ben zeker lekker bezig. Ik moet maar gewoon even doorgaan. Hallo. Wow, dit is raar. Dit meisje ziet eruit als iemand die lekker zou moeten zijn, maar het niet helemaal is. Of zo. Of zie ik dat verkeerd? Dit meisje is niet zo oud. Nee, ik denk dat zij 11 is. Dit meisje is 11 jaar. We gaan even kijken. Zij is 15 jaar. Oké. Nee, is goed, mensen. Hoe kan dit? Mensen, hoe kan het zo zijn dat chicks van 15 er tegenwoordig uitzien alsof ze 11 zijn? Ik dacht dat het andersom was. Ik snap helemaal niks van deze chicks. Dit is, oké. Dit is een meisje met een veel te grote bril. En een hele lelijke bril ook. En echt een tering lelijke bril. En ik weet niet of het je was opgevallen, maar er zit nog iets. Er is echt een tyfus lelijke bril. Ja, dit meisje is ook niet zo oud. Want ja, ze heeft een hond onder de arm. Ik denk dat dit meisje 13 is. Zij is bekend van onder andere Musical.ly, maar ook Instagram. Dogpet Life. Daar is ze ambassadeur. Dat is een fonds voor honden, waarin ze zeg maar dan honden een beter leven geven als ze uit een asiel komen. Ze wordt heel erg betaald door uglyglasses.com, waarin ze gewoon de lelijkste brillen ter wereld verkopen. Oké, 13-jarige Musical.ly ster. 6, 12 jaar! Ik reken hem goed. Ik reken hem fucking goed. Zo, dat is eruit. Wat? Top. Hey! Ik ken haar! Dit is Kirsten! Kirsten! I love you, Kirsten. Kirsten is mijn, laat ik het zo zeggen. Ik heb Kirsten eens een keer nagedaan. I'm like, hey, what's up, hello. Seen your pretty face soon as you came in the door. Ik vind haar prettig om naar te kijken, als ik het netjes mag verwoorden. Zij is een mooie vrouw, zeker. Zij is 17. Volgens mij heb ik dat al een keer opgezocht. Ik weet niet waarom ik dat heb opgezocht, weet je? In één keer kwam haar leeftijd in één keer voorbij en toen wist ik het. Volgens mij is zij 17 jaar. Ik ga het even bekijken. Zij is 18 jaar. Oh, kut. Ik zat er weer eentje naast. Maar ja, je weet toch, geen stress, geen gedoe, geen gezeik. Gewoon. Ik reken hem weer goed. Ik ben goed in deze shit. Gotta respect it. Hey, hallo. Wat is dit voor pose? Pose. Wat ben jij? Wat is jouw leven over het algemeen? Wat? Mag ik beginnen met het feit dat ze lelijke schoenen aan heeft? Zij is 15. Gewoon een wilde gok. 14 jaar. Oh, sorry. Besef even dat ik nog geen enkele leeftijd perfect goed heb. Ik zit er gewoon standaard 1 jaar naast. Dat is het ding. Oké, de volgende. Meisje met een capuchon. Leuk koppie. Een heel klein beetje verdwaald. Ik denk dat je 12 bent. Maar ik zit er altijd standaard 1 jaar naast. Dus ik ga er nu vanuit dat ze 13 is. Oké? Dus ik dacht dat ze 12 is. Even een jaartje erbovenop, zodat ik zeker weet dat het goed is. Ze is 13, ze is 12. Ah, kut. Ik had het gewoon. Ik had het gewoon goed. Ik had het goed. Ik kan niks meer zeggen nu. Ik ben nu even helemaal gone ben ik. Ik dacht dat mijn strategie zou werken. Hallo. Hey Borsten. Hoe gaat het met jullie? Gaat het goed? Met mij wel. Oké. Lekker hoor. Wat? Zij is, hi. Hi, meisje. Zeg maar, zij heeft zo'n jurk aan waarin je zeg maar zo goed borsten ziet dat ik het ongemakkelijk vind om naar haar foto te kijken. Ze kijkt me heel intens aan. Hey, word eens wakker! Nee, het is wel echt een foto. Zij is top. Zij is fantastisch. Zij is fantastisch. Oké? Ik zou, dit is wel mijn type vrouw. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dit is mijn type vrouw. Ik denk dat ze 16 is. Ja, ik hoop dat ze 18 is. Maar ik denk dat ze 16 is. Ze is fucking 20! Wow! Oh, maar Kelvin, weet je wel wat dat betekent? Het kan! Wow! Het kan gewoon! Ze is 20 jaar! Sophia Yamora, 20 jaar. Het kan gewoon. Het zou theoretisch kunnen. Hey! Pirates of the Caribbean. Een chickie met billen. Die net buiten de foto vallen. Dus ik kan niet echt beoordelen of het fantastische billen zijn. Maar ze ziet er heel aardig uit. Laat ik eens een keer over het innerlijk beginnen. Wat ziet zij eruit als een behulpzame, sprankelende, meelevende jonge dame? Ik denk dat zij heel veel liefde uitstraalt richting haar vrienden en familie. Zij heeft een jong koppie. Zij is 14. Ik denk dat ze 14 is.
Ik wist dat dit moment zou komen. Ik wist dat dit moment zou komen, lieve mensen. Het moment waarop ik eens een keer gewoon exact de leeftijd goed heb. 14 jaar. Ik had het goed. Ik ben trots op mijzelf. Ik ben trots op mezelf. Zeker. Hey, hallo. Hoe is het? Jong koppie. Die lijkt alsof ze veel te vaak op Musical.ly zit. En wat waarschijnlijk ook zo is. Is in mijn optiek 15. Het is 15. Iedereen is 15. 21 jaar. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Hoe kan jij 21 zijn? 21. Wow. Hallo, jij bent een vrouw van, denk ik, zij is best wel oud, denk ik. Zij zit in auto's, zij heeft mooie blouses aan. Oké, wow. Deze chick is 22, dat denk ik. Dit meisje, ja joh, die draagt hakjes, die draagt gekke jasjes. Hier, er staat, the future is still female op haar shirt. Wat? Ze is ook nog eens feminist, dus die zijn sowieso altijd ouder dan 18. Deze chick is 22 jaar. Nee! Wow! Nee, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ik dacht, wauw, dit is moeilijk. Dit is een 14-jarige actrice die eruit ziet alsof ze mijn moeder had kunnen zijn. Madison, goed gedaan. Deze is, dit is ook een meisje. Het is zeker een vrouw. Het heeft paars haar. Ik zal je vertellen, op zich, ik hou wel een beetje van dit type of zo. Maar dat paars hoeft dan weer niet. Maar dat is mijn voorkeur. Deze chick is 18. Ja, ze is 18. Ik denk dat ze 18 is. 18, gewoon net, weet je, kan net, gewoon net 18. Gewoon is net 18. Is gisteren 18 geworden. Dat denk ik. 25, oké, we gaan naar huis. Hey, mensen, de groeten. Ik zie jullie later weer. Daag. Yo, ik pak mijn gereedschap er weer bij, hè. Ik word wel agressief. Pas op. Deze chick is, zij is een worstelaar. Jij ook weer. Ja, dit is weer zo'n meisje. Dit is weer zo iemand, ja, weet je, rondingen, zit in een soort van gekke koffieshop of zo. Gewoon lekker chillen, even een bakkie pleur. Echt nou een bakkie pleur. Platte macchiato, kan allemaal. Strakke shirtjes aan, rondingen als bolletjes ijs. Het is de wereld op z'n kop. Dit meisje is 17. Dit meisje is 17. Ze is wederom lid van de lelijke brillenclub. 17-jarig meisje. Laat even zien hoe oud je bent. 13 jaar. Oké, is goed hè. Hey, de ballen. Mijn leven is officieel voorbij. Ja, mijn leven is voorbij. Hey. Ja, weet je wat het is? Kijk, het is zo misleidend. Deze chick, ze draagt gewoon weer kleding van iemand die 21 kan zijn. Dus dan zeg ik, dit meisje, die eventueel ook lid is van de lelijke brillenclub, is 21. Klik ik op spatie, zie ik dat ze 22 is. Dus op zich sta ik er wel redelijk in de buurt. Lekker bezig, Kelvin. Mwah. Naar mezelf. Zo, wat doe ik überhaupt ooit? Wat? Hey! Dit is... ik ga eerst één ding zeggen. Hey meisje, alles goed? Ik vind je fantastisch. Ik vind je een hele mooie vrouw. Zo, dat is eruit. Mag ik zeggen, hè? Mag ik zeggen. Ik heb het recht om dat te zeggen. Ga ik ook doen. Mooie vrouw. Ten tweede, jij bent 19. Denk ik. Zij is 27. De wereld staat officieel op zijn kop. Het is... Doe je? Daag! Echt, eerlijk. I'm done. Ik ben klaar. Ik ben afgelopen klaar. Klaar! Groetjes! Daag! Hi.